Goedenavond. In dichte mist is vanmiddag op de Azoren een Amerikaanse Boeing 707 te pletter geslagen op de ruim 500 meter hoge Pico Alto. Niemand van de 144 inzittenden overleefde de ramp. De machine was met toeristen uit Bergamo in Italië op weg naar de Dominicaanse Republiek. Dichte mist die het reddingswerk bemoeilijkte schijnt overigens niet de oorzaak van de ramp te zijn. Maar het is verder onduidelijk waarom de piloot aankondigde een noodlanding te moeten maken terwijl hij al bezig was aan de landing. Het toestel zou een tussenlanding maken op de Azoren. Tegen de hellingen van de Pico Alto lagen de wrakstukken over een groot gebied verspreid. Het was vrij snel duidelijk dat niemand zo'n ramp kon overleven. De Portugese marine heeft reddingsploegen van naburige eilanden gezonden om de bewoners van het eilandje Santa Maria te helpen. De machine was op weg van Italië naar de Dominicaanse Republiek en zou op de Azoren een tussenlanding maken voor brandstof. Alle 137 passagiers waren toeristen uit het stadje Bergamo. Het was overigens geen erg bijzondere vlucht. De Amerikaanse maatschappij die ze uitvoerde deed het zeer geregeld. Maar ook nu is niet bekend wat de oorzaak is van de ramp. De chartermaatschappij Independent Air Corporation is gevestigd in Smyrna in Tennessee. En daar is vanmiddag gezegd dat het verongelukte toestel vorig jaar nog een grote inspectie heeft gehad en nooit een druk vliegschema had. De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer, die vanavond hervat werden, verlopen zeer moeizaam. Na anderhalve week van actievoeren troffen beide partijen elkaar vanavond kort na 7 uur voor het eerst weer aan de onderhandelingstafel. Het ziet er nog niet naar uit dat er grote vorderingen worden gemaakt. Vooral op het punt van de toeslag voor onregelmatig werk, het strijdpunt voor de chauffeurs, maar veel te duur volgens de werkgevers, is nog geen enkele voortgang geboekt. Tijdens een schorsing was werknemersonderhandelaar Van den Berg dan ook niet erg optimistisch. Nee hoor, we gaan nog verder onderhandelen. Dus er wordt op dit moment nog helemaal niet gesproken over OT en hoe groot die OT moet zijn. Er is nog helemaal niet gesproken over de onregelmatigheidstoeslag? Jawel, maar in die fase van het uitonderhandelen zijn we nog lang niet. Dat zal nog wel een lange nacht duren. Voorlopig zal het daarom binnen de vergaderzaal dan ook nog wel net zo mistig blijven als hier buiten in Rijswijk. En handhaven de bonden hun actiedreiging tot er een akkoord is. De schaker Jan Timman heeft in Antwerpen de halve finale bereikt van het kandidatentoernooi. Hij won van de Hongaar Portisch. Vandaag was de laatste partij in de tweekamp tussen Timman en Portisch, die steeds gelijk op was verlopen. Ook nu heeft het er lang op geleken dat het remise zou worden. Toch gaf Portisch bij de 64ste set op. De eindstand kwam daarmee op 3,5 tegen 2,5. In oktober speelt Timman de halve finale tegen de Engelsman Spielman. Als hij die wint, komt hij uit tegen de winnaar van de tweekamp Karpov-Yusupov. Een nieuwe uitbarsting van geweld in Israël en de bezette gebieden. Daarbij is een Joodse kolonist omgekomen en 4 Palestijnen. De kolonist verbrandde levend in zijn auto die in brand was gezet door een Palestijnse brandbom. Tot nu toe heeft Israël steeds wraak genomen naar soortgelijke aanslagen. De 4 Palestijnen die omkwamen waren allen het slachtoffer van het Israëlische leger. Volgens een Amerikaans regeringsrapport treedt dat leger met onnodig veel geweld op tegen de Palestijnen. Op de tweede IJsselbrug bij Kampen is een proef gedaan met automatisch sproeien tegen gladheid. Als het glad wordt op de wegen, zijn het eerst de bruggenhoofden die gevaarlijk worden, daarna de bruggen en tenslotte pas de wegen zelf. Vandaar dat een brug werd uitgekozen voor een proef met een automatisch sproeisysteem dat in werking kan worden gesteld door automatische gladheidsmelders in het wegdek. Deze IJsselbrug werd gekozen omdat er per jaar ongeveer 100 keer de noodzaak ontstaat iets te doen tegen de gladheid. Dan moeten bij nacht en ontij de pekelwagens uitrukken. Het weer tot slot, vannacht en morgenochtend plaatselijke dichte mist. 'S Middags ook wat zon en een temperatuur van ongeveer 8 graden. Maar in gebieden met hardnekkige mist blijft het kouder. Dit was het laatste journaal van vandaag. Goedenacht.